smakelijk eten, fijne feestdagen, goede roet, je mag dan nog iets uit. Het is ontzettend druk, inderdaad. Absoluut, fijne feestdagen. Dit is een soort EHBO. EHBO van eten. Nou ja, wij doen dit voornamelijk omdat we toch heel vaak zien dat er heel veel mensen nog met eenzaamheid leven, in armoede leven. Dat vind ik heel bijzonder. Het klonk heel lekker. Dus ik ben heel benieuwd en ik ben ontzettend blij dat ze dat doen. Dat ze het voor ons kunnen betekenen. Ik vind dat, ik vind dat fantastisch. Het scheelt voor mij heel erg in het portemonnee. Hier zit een lekkere wildstoof van hert en haas in. Met zuurkool, cranberry en stoofpeertje. En we hebben cerniek, dat is kwarkgebak. Met een kaneelsaus. Ja, dat zijn ook oudere, jongere mensen, gezinnen. Die toch die drempel niet durven over te gaan. Omdat ze zich schamen. Want ik ben door ziekte in de bijstand gekomen. Ik ben eigenlijk verpleegkundige hier weer. Moeilijk. Ik ben er heel blij mee. Dankjewel. We zijn buiten. We kunnen niet meer aan tafel, dus dat is ook lastig. Dus vriendschap sluiten met mensen en eenzaamheid bestrijden is in deze coronatijd heel moeilijk. Ja, ik kom van Kerkrade. Ik kan een hele hoop mensen. En dat is ook heel voordelig, ja. Want dan trekken ze ook eigenlijk een beetje naar ons toe. Waarom? Dan hoeven ze zich niet te schamen. En ja, iedereen heeft wel eens een gesprekje nodig. En ik vind dat wel heel erg belangrijk, ja. Maar in Kerkrade zijn veel mensen die schamen zich ook voor de armoede. En dat vind ik eigenlijk niet hoeven. Tijden zijn veranderd en de buffetten en lange tafels, dat gaat er niet meer worden. Dus ik ben ook met de gemeente bezig om een soort bubbels te maken van 40 mensen om te gaan eten als het weer mag. En ja, het duurt nog wel even, maar uiteindelijk aandacht voor elkaar en het verhaal horen en misschien doorverwijzen naar, maar gewoon ook vriendschap maken, dat is wat we eigenlijk willen. Ik vind dat zo fantastisch wat ze doen. Ik heb ze ook een appje gestuurd. Ik vind het echt. Ik vind dit. Nee, wij doen dit voornamelijk ook uit naaste liefde. Dat wij in ieder geval willen laten zien, de mensen een beetje hoop geven nog. Dat we er voor elkaar kunnen zijn.